Hallo allemaal, je ziet een paarse oase in de achtergrond. Nou, dan weet je het eigenlijk al, dan ben ik bij Noppes. Ik wilde eigenlijk alweer eens naar een klein winkeltje, maar het is vandaag een maandag. En dan heb je eigenlijk niet zoveel keus, dan moet je wel naar de grote ketens. Dus Noppes het is, in Wormer om precies te zijn. En de Noppes in Wormer ben ik volgens mij 1 keer eerder met Allard geweest. Gewoon een op zo'n dag tot ik nog niet aan het filmen was. Ik weet niet meer wat ik er gekocht heb, volgens mij 1 dingetje of zo. Hun slogan is natuurlijk, je blijft je verbazen. Ik hoop dat ik me heel erg ga verbazen in positieve zin vandaag. Gaan jullie gezellig lekker mee? Ook weer 7 dagen per week open. Ik had hier gisteren ook in kunnen gaan, maar ja, toen kon ik niet. Dus nee, houd het ook op. Kijk, de hele bruidsafdeling bij de ingang. Het is natuurlijk voorjaar. €63. Bruin jurk. Deze is wel klassiek. €63. Het kost allemaal €63. Die is €42. Lekker rustiek. Ik zie geen prijs. €125. Het is hier wel echt groot, hè? Oh, kijk, weer zo'n soort exotisch ding. Zoals laatst in Amsterdam. €42 kost deze. Nou, hier ook weer een hele tempel waar je dan nep open haard aan hebt. Voor. Ik zie nergens een prijs. Hoi! Dat is een mooie spiegel. Ook geen prijs. Deze is leuk. €52,50. Ik krijg zo'n oude secretaire. Heel mooi ingelegd hout. Alsof er strikjes op zitten ook. Allebei €23,62. Heel specifiek. Weer heel veel handtrainers. Dit voetje is nog een grappig kant. Voet €4,72. En dit voelt een beetje alsof je op Koningsdag op een kleedje zit te zoeken. €5,72, dat is wel echt een koopje. Ik ga hem niet meenemen, maar dit moet wel echt een collectors item zijn. Het servies, jee. Hier mist een kopje van, misschien vind ik die nog wel. Wel grappig, een beetje grof. En geen merkje? Ja, oké. Okay. Leuk, grappig. Deze hebben we eens gehad. Volgens mij kunnen die ook in de vaatwasser. Ja, zie je, dat is super handig. Ze zijn niet heel groot, maar ik denk dat ik ze toch meeneem een paar. En dan laat ik gewoon de minst mooie staan. 4 vind ik een mooi aantal. Een beetje versleten. Ja, dit is een beetje saai. Volgens mij is dit melkglas. En dit zijn dus ook collectors items. Dan kon je allemaal kastelen in Nederland verzamelen, maar die laat ik even voor iemand anders staan. Het is minder mooi dan je denkt. Een losse schoteltje zonder kopje, dat is jammer. Ja, ik geloof dit altijd wel. Je eet niet altijd brood van hetzelfde bordje. Dat is ook nog wel grappig. Het kan een storm weer staan, mensen, dit. Achter me staat er gewoon knetterharde kunst, gewoon. Oh, die is leuk, hè? Dit is ook van het melkglas. Die neem ik misschien wel mee. Plastic. Neem ik ook nog wel mee. Verderop in de winkel vind je dus de rest van dat hele servies. Dus dat staat nu gewoon overal verspreid. Deze vind ik ook heel cute. Deze schaal is mega zwaar. Dit is echt, denk ik, antiek. Dit is te mooi gemaakt, namelijk. De deksel mist alleen, maar dit is echt. Ik denk dat dit wel 3 kilo is of zo. €4,20. Tapas. En dit is ook een hele. Oh, er zit een barst in. Ik wou zeggen, dit was heel leuk voor een vaas geweest of zo. Maar. Lol, het is Pyrex voor in de oven en in de magnetron. En het is maar €1,05. Ik heb nog 2 kristallen glazen gevonden die een lapje kunnen gebruiken. En zou deze dan bij mijn witte schaal horen? Ik ga hem toch meenemen als hij een beetje betaalbaar is. Geen idee, staat geen prijs op. Heel jammer, zit een barst aan de achterkant. Het is een hele mooie vorm dit. €5,25. Deze wil ik meenemen. Ze zijn nog heel, deze gaan mee. Ze zijn te schattig. Die is ook heel zoet, hè. Ze mag toch mee. Wat is dit dan? Een oude bel of zo. Een dakpan waar poesjes op geschilderd zijn. €4,20. Ga
gezellige meid dit. Heel grappig deze. Dit is ook wel apart, hè? Vintage speculaas voor me. Volgens mij zag ik hier net de bordjes van, dus die zijn er gescheiden dan helaas. Overal en altijd deze schaal. Deze moet wel uit Frankrijk komen. Jambon du Cotentin. Deze heb ik al een keer gehad op spullen. Zo schattig. Oh, hallo. Oh, er zit geen neus meer. Het is dus helemaal niks voor mij, maar dit is wel denk ik Venetiaans glas. Dus wel iets meer waard dan €1,58, denk ik. Ah, dat vind ik zielig. Dit is toch ook te leuk, allemaal oude Sesamstraat boeken van Lectorama. Allemaal oude vintage gezellige levenslessen. Want iedereen maakt wel eens een fout. Madonna is door single is €8. Hele chique asbak op pootjes voor €2.10. €5,78. Oh. €3,65. Deze is echt fantastisch. Mega. 52,50. Maar ja, die lijst is het al waard. €23,62. Echt prachtig. €21 is deze. Kutani. €4,20. Gezellig bordje nog. Beetje versleten alleen. €15,75 voor deze ongewenste intimiteiten. Hier nog een prijzenkast of zo. Nou, lieve mensen, ik hang een beetje scheef. En dat is meestal een goed teken als ik uit een kringloopwinkel kom. Ik heb best wel veel gescoord. Ik had net nog wat extra glazen gescoord, kristallen glazen. De rest hebben jullie allemaal in beeld gezien. Ik ben eigenlijk heel erg blij en de prijzen vielen me mee. Het was niet zo heel druk, maar misschien dat het op een maandag is. Ik vond eigenlijk best wel een succes deze Poppes in Wormer. Ik bedoel, ja, je moet ook misschien wat je tegenkomt, maar de prijzen waren eindelijk weer eens een beetje dat je denkt, nou, daar kom ik nog wel overheen. Wat ook heel leuk is, deze is natuurlijk ook in de buurt van de Boeldaghallen in Kogelzaam, waar ik heel erg fan van ben. Het gaat hier dus ook naar chocola. Het is hier dus blijkbaar in de buurt Kogelzaam, Wormer, I don't know. Maar het ruikt hier buiten gewoon cacaoig. Ik hou ervan. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!